U moet zich afvragen hoeveel politieke leiders dit land daadwerkelijk kennen. En dan bedoel ik van de Atlantische Oceaan tot de Tumakumakgebergte en van de Marowijnen tot en met de Corentijn. De totale 163.000 vierkante kilometer. Ik vraag me af hoeveel van ze de uiterste dorpen kennen. Ik vraag me af of er leiders zijn die wel eens in dorpen zijn geweest waar de Surinamer daar rondloopt zonder kleding. Ik vraag me af of ze in dorpen geweest zijn waar de kinderen nog nooit van hun leven een auto gezien hebben. De kinderen nog niet een pakje melk. Nou, en daar praten we over. De grondstoffen zijn dan ook tegelijkertijd, let wel, over het algemeen in het binnenland. Als je het binnenland niet kent, als we een kaart hier neerzetten en ik zou aan heel veel mensen vragen, waar is kamp Sipaliwini? Weet ik zeker dat ze misschien het dorp Sipaliwini kunnen aanwijzen op de kaart. Ik geef het gewoon als voorbeeld. Ik zal geen ingewikkeldere plaatsen opzommen waar over het algemeen de leiders draaien. Ze draaien hier rond de Gravenstraat en de Malibatumstraat en maken een hoop lawaai via de radio en televisie. Maar ik denk dat het nou, dat is, en dat is hun manier van werken. Het is nou serious business. Het is nu echt dit land zetten op de kaart voor de naaste toekomst. En ik weet dat de hele wereld naar ons kijkt hoe we het gaan doen. Het jammerlijke is dat nog niet alle Surinamers zelf kijken en nadenken hoe ze het wel kunnen doen.